Na de domper in de beker tegen Excelsior moet NEC zowel fysiek als mentaal zo snel mogelijk weer de knop omzetten. Komende vrijdag wacht namelijk SC Cambuur, de club die samen met de Graafschap bovenaan staat in de keukenkampioendivisie. De lijn die de afgelopen weken is ingezet mag dus niet verstoord worden door de uitschakeling. Het is inmiddels 2 dagen na de wedstrijd voor de beker. Hoe kijk je daar nou als groep en als staf op terug? Eigenlijk het is een beetje dubbel, hè? Want je wil graag die wedstrijd winnen. Daar hebben we ook denk ik best veel gelegenheid voor gehad. Als je kijkt naar de manier waarop we gespeeld hebben, wel positief. Alleen ja, het resultaat is negatief. Je hebt natuurlijk spelers die niet zoveel minuten hebben gemaakt de afgelopen weken. Salouf, Overtoom, Sanias, die een goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat moet jou ook tevreden stellen als trainer. Nee, zeker. De jongens die van de week gespeeld hebben, hebben echt voor het grootste gedeelte gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Ja, en als je het dan hebt over niet zoveel gespeeld hebben de laatste weken, hebben ze nou wel gecompenseerd, want het waren in 1 keer 120 minuten. Dat merk je ook wel, hè, dat die jongens die een tijdje even niet gespeeld hebben, op het einde toch ook wel wat vermoeid waren. Maar goed, dat geldt ook wel voor iedereen bij zo'n lange wedstrijd. Mart, jij zat op de tribune afgelopen dinsdag. Was dat voorzorg? Had je ergens last van? Of was het gewoon eventjes rust nemen? Nee, ik had eigenlijk voor MVV thuis die week kreeg ik wat vocht in mijn knie. En dat ging, dat bleef een beetje binnen de perken, zeg maar. Dus daarom kon ik wel tegen MVV spelen. Alleen die dag of tweede dag erna werd die knie opeens heel dik en heel warm. En kwam er veel meer vocht in, waardoor ook de beweeglijkheid er eigenlijk wat uitging. Dus toen hebben we gezegd van ja, dan ben je niet fit genoeg om te spelen of bij de selectie te zitten. Dus zodoende was ik eruit. Alleen ja, de laatste dagen doordat ik rust heb gehad, zakt het ook wel weer weg. Dus zodoende dat ik nu weer op veld sta. Eén domper was natuurlijk de blessure van Joseph Kwida. Die heeft ook niet meegetraind, zag ik hier. Zijn afwezigheid lijkt me vervelend voor vrijdag. Althans, ik ga ervan uit dat hij niet... Ja, kleine slag om de arm nog. De kans is aanwezig dat hij niet gaat spelen. Hij heeft wel behoorlijk last van zijn voet nog. Ja, dat is een beetje het risico van dit soort wedstrijden. Hè. Wie laat je wel spelen, wie laat je niet spelen. Dan kijk je naar een aantal dingen, jongens die veel gespeeld hebben. Ook een aantal pijntjes die we hadden, bijvoorbeeld Tom van der Looy en Mart Dijkstra. Nou, daar hebben we een aantal keuzes in gemaakt. Ja, dan zie je in zo'n wedstrijd zit een ongeluk in een klein hoekje. Er gebeuren helaas dingen met Jozef die een stabiele factor voor ons was in de achterhoede. Dus moeten we even zien morgen, maar de kans is niet zo groot dat hij gaat spelen. Hey, je bekijkt die wedstrijd ter Excelsior vanaf de tribune dus met Tom van der Looy. Hoe zit je dat te bekijken? Ook zit het schreeuwen naar je spelers dat ze dingen moeten doen? Of ben je even rustig dan? Nee, dan ben ik heel rustig. Ik bedoel, ik weet hoe het is om op veld te staan. Dus, en daarnaast denk ik niet dat ze me horen als ik vanaf de tribune ga roepen. Dus nee, dat was jammer dat resultaat. Maar goed, dat is... Ja, door deze drukke weken moeten we daar nu ook weer, moeten we dat ook weer achter ons laten. Dat kunnen we niet veranderen en is de blik weer op morgen. Er zijn een aantal spelers die toch ja, inderdaad 120 minuten gespeeld hebben dinsdag. Van Landschoot, Fleming, die ja, wel beoogde basisspelers zijn. Hoe is het met hun fitheid? Ja, kijk, dat is natuurlijk wel is geen voordeel ten opzichte van Cambuur natuurlijk. Die hebben en ook jongens gespaard en minder gespeeld. Je kunt niet zeggen dat ze qua reizen minder hebben gedaan, want ze hebben volgens mij wel een wereldreis afgelegd. Maar die jongens hebben lang gespeeld, dus nogmaals, dat is een nadeel. Alleen, ja, goed, het zijn topsporters, moeten daar wel weer uitgerust zijn. We hebben er wel rekening mee gehouden in de trainingen van de afgelopen dagen, dus we gaan het zien. Ja, dan naar Cambuur, sowieso een mooie warm of jou natuurlijk misschien een extra speciale wedstrijd? Ja, qua spelers ken ik er natuurlijk niemand meer van, in die zin dat ik er niet meer samen heb gespeeld. Maar wat mensen binnen de club, die ken ik nog wel, dus dat is... En dat maakt het weerzien in die zin wel leuk, maar ik kom daar alleen in principe alleen voor resultaat hoor. En dan naar Cambuur, is ook een goede ploeg die nu eerst staat en niet voor niks. Wat verwacht je van die pot? Natuurlijk een goed scorende spits daarvoor. Ja, Cambuur, een goede ploeg. Hè. Veel beweging, veel diepgang. Een verzorgd voetballende ploeg. Ze spelen thuis, ze spelen altijd op de aanval. Ze spelen ook wel redelijk open, dus ook voor ons wel weer ruimtes om de tegenstander ook pijn te doen. Maar zeker veel respect voor de manier waarop ze gespeeld hebben. En de meeste punten hebben ze ook thuis gehaald. Dus thuis lastig te kloppen. Maar goed, wij gaan proberen dat wel te doen. Je staat er wel goed voor nu. Je zegt het gaat wel gewoon voor goed resultaat. Wat verwacht je daar? Het wordt sowieso een lastige wedstrijd. Alleen het is niet eentje waarbij je bijvoorbeeld kansloos bent. En zo sta ik er zeker niet in. In principe ga ik elke wedstrijd in om te winnen. En met mij de rest van de jongens ook. En wat ik zeg, het wordt een interessant potje. Ik denk dat wij de laatste weken goed bezig zijn. En dat is Cambuur ook. Dus zo'n krachtmeting maakt het altijd, dat vind ik juist de leukste wedstrijd. Nou, we het weer zien met Ragnar Oratmangoen die het daar goed doet. Hij is natuurlijk hier transfer weggegaan. Is dat nog iemand waar je extra op let dit seizoen?
Nee, in die zin niet. Ragnar is daar ook begonnen als wisselspeler. De laatste weken inderdaad staat hij wel wat meer in de basis. Nee, we benoemen wel bij iedereen, bij alle spelers de kwaliteit. We proberen de jongens wel goed voor te bereiden op de kwaliteiten van de spelers. Nou, daar hebben ze kwaliteit genoeg. Ze staan niet voor niks bovenaan. Dus een goede ploeg, maar dat zijn wij ook. Vrijdagavond om 8 uur in het Cambuurstadion in Leeuwarden. SC Cambuur NEC.